Goedemorgen, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is vrijdag 25 maart, de dag na mijn 30ste verjaardag. En het is 7:10. Ik heb hier al een klein guppie in de draagzak. Want die denkt, als mama het alleen moet doen met 3 meiden in de ochtend, dan word ik gewoon vroeg wakker om even de planning een beetje om te gooien. Dus ik heb net mijn coaching gedaan, een deel met haar. Toen kwam Mila naar beneden en Mila die kan heel lief voor sterren zorgen. En die kan haar altijd een beetje entertainen, waardoor ik het alsnog af kon maken. Want anders dan wist ik even niet hoe ik dat moest gaan doen. Als in de boodschappen komen straks, waarschijnlijk wordt zij wakker voordat ik de meiden weg moet brengen. Dus dan moet zij nog snel eten. Ik moet vandaag een taart ophalen, omdat we morgen een klein beetje mijn verjaardag nog vieren. En ik ga naar mijn werk. Dus ik dacht, ik weet even niet hoe ik dat ga doen. Maar het is gelukt. Het komt altijd goed. Ik ben een beetje een stresskip. Als het eigenlijk om alles gaat. Dus dat is super fijn. Ik ga nu broodtrommels afwassen. Want ik bedacht me net dat Mark heeft gisteravond laat nog gesport. En die heeft daarna de vaatwasser aangezet. Maar niet de broodtrommels gedaan. Hé, hey, had je nog een potlood gekregen? Wow. Oh. Hij is niet echt leeg. Dus ik ga die wassen, die brood erin. En dan zometeen de kinderen wegbrengen. Mila gaat naar school, Lauwe naar de peuterspeelzaal. En vanmiddag gaan ze naar mijn ouders. Leuke dag. Wij zijn op school. Ster is wakker. Ik wil daar kop rollen. Ja, dan zet je hem neer. De meiden zijn op school, peuterspeelzaal. Mila viel vanmorgen echt bijna in slaap. Ze is echt kapot. Maar ja, ze wilde heel graag naar school. Dus prima. Die gaat naar de kinderboerderij. Is heel leuk. Sterre til ik. Bijna thuis. Net even de taart gehaald. Mijn vader en mijn moeder heeft heel even kort op sterren gepast. 25 minuten of zo. Maar toch, was wel de eerste keer bij iemand anders. Dan bij ons. Dus eigenlijk een mijlpaaltje. Ik ben net weer thuis. Het is 11:45. Ik had vanmorgen even een bakje skeer gegeten. Gewoon zo'n hele bak vanille. 450 gram. 333 calorieën. Weet ik toevallig nog. Want ik wilde even snel door. Het kwam namelijk allemaal toch precies goed uit. Wat was nou het geval? Het fietsje van Laura moest even naar de fietsmaker. Dat zou mijn vader doen. Heeft hij ook gedaan. De boodschappen kwamen en ik wilde een taart ophalen. Mark wist werken met de auto. Dus ik had aan mijn ouders gevraagd of ik hun auto mocht lenen. Mocht. Maar toen zei mijn vader van anders rij ik mee. Dan kan jij de taart vasthouden. Maar om 11:45 halen zij Laura op. Dus het was even kijken of het ging lukken. Want ik vind het vervelend voor Lauren als ik er dan ben en dan weer niet. Waarschijnlijk vind ik het een groter punt dan zij. Maar toch. Maar dat is gelukt. 11:45 moet zo lunchen. Sterre slaapt net weer in de tijd dat ik van mijn ouders naar huis liep. Ik heb even mijn laptop aangezet. Dan kan ik nog even mijn coaching een keer bijwerken. Vind ik fijn. Ik coach bij Personal Body Plan, mocht je het niet weten. Daar hou ik ook al mijn voeding in bij. En dan moet ik zo meteen een keer lunchen. En ik wil tussen 2 en 3 eigenlijk naar mijn werk toe. Ik denk dat zij zo meteen een keer wakker wordt. Dan ga ik proberen om haar meteen uit de draagzak te halen en aan te leggen. En in het beste geval slaapt ze dan even door en lukt mijn hele planning. Mijn boodschappen staan nog in de gang. Op standje breek je nek. En ik denk dat ze daar nog staan als Marco thuis komt. Of ik ga ze zo uitruimen. Dat laat ik je zien. En verder is het huis echt weer een takkenbende. Overal ligt zooi. Er hangen nog slingers. Die wil ik morgen ook weghalen. Maar morgen krijg ik nog wat visite voor mijn verjaardag. En dan gaat het weg. En dan moeten we echt even opruimen. Marco is 4 hele dagen vrij na vandaag. Dus dan kunnen we echt even iets gaan doen. Deze ligt lekker te snurken. Ik weet niet of je het hoort. Thank you.
aangezien ze nog slaapt, doe ik heel even een hele simpele lunch. Ik heb net even een berbel eiwitreep op en mijn oatmeal staat nu klaar. En dan kan ik, voordat we weggaan, nog even een shake maken met groente en fruit ook nog extra. Ik doe hier wel zo blauwe best op, maar dan is dat ook binnen. En dan kan ik naar mijn werk gaan lopen. En dan hoop ik dat zij nog heel even blijft slapen. Ik wilde eigenlijk een taartje maken of een smoothie bowl met mijn nieuwe Foodspring mix. Maar ik weet gewoon zeker dat ze dan wakker wordt. En ik kies nu heel even ervoor om haar lekker te laten slapen. Dat voelt gewoon goed. En ze slaapt denk ik bijna een half uur in ieder geval al. Dus ondertussen heb ik hier even de vlog van afgelopen maandag. Die ga ik even editen. Kijken hoe ver ik kom voor ze wakker wordt. Ja, heerlijk. Vlog is aan het exporteren. Noedels, moet je bijna horen. Mijn havermout is ondertussen klaar. En een decaféetje. Havermout was trouwens, of de havermout. De vlog was niet zo snel geëdit hoor. Maar ik vind de havermout altijd lekkerder als die iets is afgekoeld en als die iets dikker is. Dus ik zet altijd het klokje op 5 minuten. Omdat dat de minimale tijd is. Of volgens mij is het zelfs 3 tot 5 minuten. Oh ja, moet je nagaan. Maar meestal laat ik hem wat langer staan. En dan doe ik het dekseltje eraf en dan laat ik hem nog even staan. Geen zin om hem in een ander bakje te gieten. Dus ik ga dit lekker eten. Zij slaapt nog. Dan kan ik deze vlog zo meteen alvast op YouTube gaan zetten. Moet ik een thumbnail maken, maar dat doe ik op mijn telefoon. En dan kan ik er waarschijnlijk nog een editen. Oeh, zo. Lekker warme iPad. Die is heet geworden van de zon. Dus ik ga denk ik even een filmpje kijken, alles lekker staand om te zorgen dat zij lekker slaapt. Het is nu 2:10 en ik ga met Stella naar mijn werk toe. Ik doe haar in de draagzak. Ik hoop dat ze zo even nog slaapt en dan loop ik die kant op. Ik doe even een vestje over de draagzak heen en die kan dan uit. Ik heb een heel klein tasje met 2 luiers. Binnen doe ik een portemonnee en mijn oortjes. Kees gaat daarin. Gaan we die kant op? Ik laat de vlogcamera thuis, want ik ga daar toch niet vloggen. Ik krijg hem ook niet mee, maar ik denk dat ik heen en terug ook niet vlog. Dus ik zie jullie einde van de middag weer. Even heel simpel avondeten. Uiteindelijk liep de dag echt compleet anders. Ik was onderweg naar mijn werk, want jullie hebben me ook zien vertrekken. Een soort van. Maar ik was gelukkig nog niet heel ver toen mijn ouders belden dat er iets was gebeurd op school met Mila. Ze compleet in paniek was dat ze echt naar mij toe belde. Ja, dan is de keuze natuurlijk snel gemaakt. Dus ik ben omgekeerd. Ik ben naar haar toe gelopen. Ze was echt helemaal overstuur. Super zielig. Toen heb ik haar meegenomen. Toen dacht ik, weet je wat we doen? We halen even thuis de hond op. En dan ga ik mee naar mijn ouders, zodat ze daar wel lekker kunnen spelen. Want dat vindt ze eigenlijk heel leuk. Nou is ze daar in slaap gevallen. Ze is wakker geworden met koorts. Dus we snappen niet helemaal wat er aan de hand is. Mijn vader komt zo even. Die heeft even een nieuw fietsje voor Lauren opgehaald. Mila zegt dat ze even mee naar buiten wil. Dus ik ben heel benieuwd of ze dat ook daadwerkelijk wil. Maar we gaan het zien. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop eigenlijk niet dat ze weer ziek wordt. Dat zou echt heel hot zijn. Ja. We kunnen er niet echt iets aan veranderen natuurlijk. Ik vraag mezelf een beetje af waarom ik gisteren niet gewoon meteen de vlog heb afgesloten. Ik dacht ik film nog wat. Maar dat lukt natuurlijk helemaal niet. Dus bij deze bedankt voor het kijken. En ik hoop dat je morgen weer kijkt. Doei doei!